Ja, hoi iedereen. Een overvolle zaal. Het is niet misschien de meest handige voor neurodiverse mensen, maar laat denk ik wel zien wat voor behoefte er heerst, hoop ik. Denk ik. Ik ben dus Hilde. Mijn voornaamwoorden zijn zij, hij en hen. Ik ben lid van de Internationale Socialisten. Ik ben ADHD'er en dat gebruik ik ook als geuzennaam. En ik ben een marxist. En ik ben heel blij dus dat we hier zitten, want een socialistische neurodiversiteitsbeweging is eigenlijk iets wat eigenlijk amper bestaat in Nederland, en naar mijn weten. Maar dat is wel echt iets wat hard nodig is. En ik, ik hoop dat we daar verandering in kunnen brengen en dat we ook een levendige discussie hierna zullen hebben. Ik neem jullie eerst even een beetje door de structuur van mijn presentatie heen. Dat is een beetje onwennig structuur krijgen van een ADHD'er, maar eerst ga ik het hebben over wat is neurodiversiteit. Dus ik ga hierbij in op de betekenis van het woord en de betekenis van het woord ook in onze huidige maatschappij. Hoe ziet neurodiversiteit er onder kapitalisme, ga ik ook behandelen. En ik ga daarbij meer specifiek een historisch materialistische benadering doen. Helaas. Ik ga daarbij een historisch materialistische benadering doen naar psychiatrie. Om ook zo te zien hoe dit doorwerkt in onze huidige samenleving. Neurodiversiteit onder socialisme. Ga ik het over hebben. Hoe ziet dat... afleidend. Hoe zou dit eruit kunnen zien? Waarom is dit beter voor neurodiverse mensen, maar ook voor de rest van de werkende klasse? En hoe kunnen we dat bereiken? Wat voor soort activisme hebben we nodig daarvoor? Ik doe ook even een disclaimer, want ik focus hier eigenlijk vooral op westerse psychiatrie. Ik denk dat dat ook vooral komt omdat ik westerse ervaringen heb met ableism en dat soort dingen. Maar het zou wel heel tof zijn voor de discussie als we bijvoorbeeld daar niet alleen op richten. Dan ten eerste, wat is neurodiversiteit? Neurodiversiteit is een paraplu-term. Het is een term die werd geïntroduceerd door Judy Singer in de jaren 90. Dat was een socioloog. En... dat is iemand die zelf zei dat ze waarschijnlijk ergens op het autistische spectrum ligt. En die ook stelde dat neurologische verschillen gewoon zijn wat ze zijn. Namelijk neurologische verschillen, that's it. En het was ook een term die ze introduceerde omdat ze ook af wilde van Freudiaanse theorieën. Die stellen dat bijvoorbeeld een moeder tijdens de opvoeding ervoor heeft gezorgd dat iemand autistisch is. En dat soort gelul. Neurodiversiteit is heel breed qua spectrum, net zoals etniciteit, gender of seksuele geaardheid. Je hebt mensen met ADHD, met dyslexie, dyscalculie, Tourette's, autisme, schizofrenie, bipolariteit. De lijst kan zo echt nog heel lang doorgaan en ook binnen deze groepen zijn er ook weer allemaal subtypen. Iemand met ADHD kan bijvoorbeeld heel dromerig zijn, maar niet druk in het gedrag. Maar iemand kan ook, ADHD'er kan ook druk zijn in het hoofd en druk in het gedrag. Either way, het zijn allemaal mensen die anders werken en denken dan neurotypische mensen. Echter, de vraag wie een neurotypisch iemand is eigenlijk ook een vrij vage vraag op een bepaalde manier. Want dat is net eigenlijk zoiets vragen als wat is normaal? Wie heeft het zeggenschap daarover? Wie gatekeept normaliteit? Nou, in een kapitalistische wereld zul je voornamelijk zien dat dat psychiatrie is. Maar daar vertel ik later meer over. Ik denk dat het voor nu in ieder geval belangrijk is om te melden dat dit geen presentatie is waarin neurodiversiteit wordt ontkend. Een complete opposite, maar wat ik wel stel is dat het nodig is om kritisch te reflecteren op hoe neurodiversiteit wordt behandeld in een kapitalistische wereld. En ook daarbij onszelf af te vragen hoe we komen tot een betere wereld, niet alleen voor hen, maar ook voor de gehele arbeidersklasse. In deze presentatie definieer ik neurodiverse mensen op een manier die wellicht wat ongebruikelijk is.
Want ik stel namelijk dat het mensen zijn die met de wereld interacteren op een manier die als problematisch wordt gezien binnen een bepaalde samenlevingsordening. En deze is heel belangrijk, dat het mensen zijn die over het algemeen niet makkelijk meedraaien met het kapitalisme. Laten we een voorbeeld nemen van ADHD, zoals deze gespecificeerd is in de DSM-5. Dat is het diagnostische handboek voor psychiatrie. Dus iedereen die gediagnosticeerd wordt op een officiële manier, wordt dat gedaan aan de hand van dit boek. Betekent niet dat je niet neurodivers kan zijn zonder dat je deze stempel krijgt, maar dit is de officiële wijze. En nou ja, als je daar kijkt, van een van de hoofdsymptomen van ADHD is onoplettendheid. En dan staat er vervolgens het volgende. 6 of meer van de volgende symptomen zijn gedurende minstens 6 maanden aanwezig geweest in een mate die niet consistent is met het ontwikkelingsniveau. Nou ja, daar zie je ook weer dat psychiatrie bepaalt wat normaal is, want wat is een normaal ontwikkelingsniveau? Maar goed. En een negatieve invloed heeft op sociale en schoolse of beroepsmatige activiteiten. Dan gaan ze vervolgens allemaal weer van die subsymptomen noemen van slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achterloos fouten in school, werk of andere activiteiten. Volg vaak aanwijzingen niet op en slaagt er dikwijls niet in om schoolwerk, karweitjes of taken op het werk af te maken. Heeft moeite met het organiseren van taken en activiteiten. Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken en activiteiten. Nou ja, zo kan het doorgaan, maar als we ons nou voorstellen dat dit iemand is die onder socialisme of communisme zou leven, kunnen we ons afvragen in hoeverre deze omschreven symptomen nou eigenlijk daadwerkelijk een probleem vormen. Want wat als we die persoon zelf laten kiezen welke taken die op zich wil nemen en daar ook invulling aan geeft op een eigen manier. Daarnaast is het ook duidelijk dat veel van deze symptomen gericht zijn op hoe goed iemand op school kan opletten of een baan kan uitvoeren. Wat er natuurlijk ook compleet gericht is om het kapitalisme te onderhouden. Nou, dat brengt mij tot het volgende punt. Hoe ziet neurodiversiteit er onder kapitalisme precies uit? Hiervoor moeten we dus eerst een historisch-materialistische benadering doen naar psychiatrie, om zo te zien hoe dit doorwerkt in onze huidige maatschappij. Nou, ten eerste, neurodiversiteit is er natuurlijk altijd geweest door de jaren heen. De oude Grieken hadden bijvoorbeeld een traditie om deze mensen te vereren en te bestuderen. En ze kregen dan de status van wijze gids of een boodschapper van het hogere. Hun gedrag werd gebestudeerd omdat ze daar iets dachten dat ze er iets uit konden halen voor de aardse wereld. Nou, dat was wel veranderd in de middeleeuwen, waar neurodiverse mensen vaak op een brandstapel werden gegooid, omdat ze werden gezien als duivels of als heksen. Maar het ontstaan van moderne psychiatrie, het beginsel van wat wij nu kennen, dat is rond de 18e eeuw. Philippe Pinel, dat was een Franse arts die een centraal figuur hierin speelde. Hij wordt omschreven als de vader van moderne psychiatrie door velen. En ik wil wel een beetje nuance brengen door te zeggen dat hij ook wel wat goede dingen heeft gedaan. Hij zette zich bijvoorbeeld in voor de afschaffing van het ketenen van neurodiverse mensen. En hij zei dat we bijvoorbeeld beter moeten luisteren naar hun angsten en de dingen waarmee ze worstelen. Echter, hij zei ook dat neurodiverse mensen behandeld en genezen kunnen worden. En dit laatste gedachtegoed is wat het kapitalisme heel gulzig heeft aangegrepen en ook compleet heeft uitgebuit. Uiteraard, omdat dit idee geen bedreiging is voor het kapitalisme zelf, maar wordt gezien als een manier om dit systeem soepeler te laten verlopen. En dat zie je ook al tijdens het begin van de industriële revolutie. Door het ontstaan van een kapitalistische klasse en een arbeidersklasse komt er ineens interesse vanuit de kapitalisten om hun arbeiders sneller en meer te laten produceren. En zo zie je ook dat psychiatrie zich ontwikkelt als een plek waar individuele gevallen naartoe gaan, die daar worden genezen, zodat ze weer kunnen functioneren in een kapitalistische maatschappij. Rond 1950 werd het voor kapitalisten echt duidelijk dat er ook rond psychiatrie echt een industrie gecreëerd kon worden. Mensen begonnen hier geestelijke gezondheid echt te zien als een verdienmodel, waar farmaceutische bedrijven en technische bedrijven hun producten in grote getalen aan kwijt kunnen om zo weer winst te maken.
Het is ook geen verrassing dat de DSM is ontstaan in deze tijd, want dit maakt het ook makkelijker om wetenschappelijk onderzoek te beïnvloeden en daarmee ook de publieke opinie te beïnvloeden. Dus je ziet dat strategieën zoals othering hier echt geïntensificeerd worden. Uiteraard ziet de psychiatrische wereld van de jaren 50 er anders uit dan nu. We doen bijvoorbeeld geen lobotomie meer, wat goed is. Maar bijvoorbeeld wat je nog wel ziet is dat de toediening van medicijnen nog steeds is genormaliseerd. Dit is niet om te zeggen dat mensen geen... Misschien toch maar even bij de deur zitten. Oké, dit is niet om te zeggen dat mensen sommige mensen geen baat hebben bij medicijnen. Maar dat er ook gewoon heel veel medicijnen zijn die er gewoon simpelweg alleen zijn vanwege het kapitalisme. Ritalin vind ik wel een voorbeeld daarvan. Maar ik denk ook gewoon heel veel antidepressiva. Ondanks dat er ook vele onderzoeken zijn geweest dat er behoorlijk wat bijwerkingen aan deze medicijnen zitten, worden ze gezien als middelen die mensen nodig hebben om weer mee te kunnen draaien met het kapitalisme. Belangrijk daarbij is om te zeggen dat we mensen niet moeten veroordelen die deze medicijnen slikken. Het tegendeel, deze mensen doen wat zij kunnen doen om te overleven in onze huidige maatschappij. En ik denk het laatste wat wij moeten doen is ook de vinger naar hun kant wijzen. Want dat is een individualistische benadering die ik ook soms helaas ook wel eens uit de mond van andere neurodiverse mensen heb horen komen. Dat van dat idee van als je medicijnen slikt dan doe je mee aan de molen. Maar dat is een hele scheve beschuldiging. Er is namelijk maar één groep die verantwoordelijk is voor het normaliseren van dit soort onderdrukking. En dat is de kapitalistische klasse. Door hun bedrijven is dit probleem ontstaan en zij zijn de schuldigen daarvan. Maar het is niet alleen de farmaceutische industrie die onderdrukking normaliseert. We moeten namelijk breder kijken naar kapitalisme als socio-economisch systeem, waarvan neurodiverse mensen nadelen ervaren. De autistische socialist Janine Booth die heeft een artikel gepubliceerd, wat ook een goed overzicht geeft van de verschillende soorten nadelen die neurodiverse mensen ervaren onder kapitalisme. Ik zal ze even behandelen. Eén daarvan is overvloedige sensorische input. Veel neurodivergente mensen hebben een uitzonderlijk hoge of lage gevoeligheid voor sensorische input. Iemand met autisme, met ADHD, hoogsensitiviteit of dyspraxie kan bijvoorbeeld veel meer dan gemiddeld last hebben van licht, geluid, geur of textuur. En met de komst van het kapitalisme is onze zintuiglijke ervaring veel meer geïntensificeerd. Sinds het ontstaan van kapitalisme hebben we veel meer licht en geluid om ons heen dan we hebben in eerdere samenlevingen hebben gezien. En vooral in grote steden zie je dit, waar echt het moderne kapitalisme je zintuigen echt dagelijks bestormt. Dat is frustrerend voor neurodiverse mensen die daar meer dan gemiddeld last van hebben. En het zorgt er ook vaak voor dat zij hun omgeving zodanig als beklemmend of overprikkelend ervaren dat het hun mentale gezondheid ook echt beïnvloedt. En dat ze zich bijvoorbeeld gaan opsluiten thuis, dat soort dingen. Een ander punt van een nadeel die neurodiverse mensen ervaren onder kapitalisme is de commodificatie van neurodiversiteit. Naarmate de kennis over neurologische diversiteit is toegenomen, is men zich er ook steeds meer van bewust dat er een nieuwe markt is voor nieuwe producten. Bedrijven die produceren en verkopen bijvoorbeeld software, speelgoed, zintuigelijke hulpmiddelen, dure behandeling, dat soort dingen. En een deel daarvan is misschien nuttig, maar een deel daarvan is het ook niet. En het is dat deel is ook sowieso schadelijk. En het promoot ook het idee dat mensen geen acceptatie nodig hebben, maar producten. Nog een vorm van commodificatie van neurodiversiteit zie je verder in het idee dat je meer moet betalen omdat je anders bent. Ik heb daar ook een persoonlijk voorbeeld van, toen ik rijles heb gedaan. Ik moest een gezondheidsverklaring invullen en aangeven dat ik ADHD had. En dat moest ik doen omdat ik anders gedoe kreeg met de zorgverzekeraar, als ik een ongeluk zou krijgen. Vervolgens moest ik allemaal psychologische testen ondergaan. Moest psychologen en psychiaters bezoeken. Ik moest speciale rijtesten moesten worden afgenomen. Nou, dit heeft mij bijna 2000 euro gekost aan het feit dat ik gewoon ADHD heb.
En het was ook erg stressvol, moet ik zeggen. Ik moest maanden moest ik wachten tot ik weer een volgende stap kreeg. Ik had daarvoor dan bijvoorbeeld een langere tijd geen rijles gehad. En dan moest ik opeens weer een test ondergaan. En ik kreeg ook gewoon heel te maken met fucking veel ableism. Van die professionals die de methode goed praten, omdat ik nou eenmaal anders ben. En ook een beetje, ja, gewoon zeggen van ja, bij jou zit ook niet echt iets helemaal goed. Dus dat moet ook wel even goed nagekeken worden. Oké. Er zijn ook meerdere psychologen die daar kritiek op hebben. En er zijn ook gewoon heel veel verhalen bekend van neurodiverse mensen die last hebben gehad van dezelfde procedure die ik hier heb gehad. En het is ook helemaal niet een wetenschappelijk onderbouwd iets dit. Het is gewoon een verdienmodel. Het werkt eerder averechts op de vooruitgang, zou ik zeggen. Nou, dan komen we gelijk op het volgende punt, winstgericht onderzoek. Onderzoek naar neurodiversiteit wordt heel vaak aangedreven door bedrijven die op zichzelf weer worden aangedreven door het ontwikkelen van producten die ze kunnen verkopen. Onderzoek is super belangrijk, maar er zit heel vaak een politiek schaduwverhaal achter wat bepaalde onderzoeken drijft. Waarom wordt het ene onderzoek bijvoorbeeld wel vergoed en waarom wordt het andere onderzoek niet vergoed? Dat zijn super belangrijke vragen om te stellen, want je ziet heel vaak dat er een kapitalistische logica achter zit. We kunnen een voorbeeld nemen van het vreselijke liefdadigheidsinstelling Autism Speaks. Die besteden miljoenen dollars aan het onderzoeken en zoeken naar een remedie voor autisme. In plaats van ondersteunende diensten te verlenen of campagne te voeren voor acceptatie. En door dit te doen schaadt het autistische mensen door autisme af te schilderen als een soort van tragische ziekte of een soort van defect wat moet worden opgelost. Verder zijn er ook sociale nadelen. Hoe zelfverzekerd je bent, hoe makkelijk je met mensen omgaat, hoe goed je past in de samenleving. Dat zijn allemaal sociale factoren die steeds belangrijker zijn voor je succes op de kapitalistische markt. En dat maakt het lastig voor mensen die sociale interactie moeilijk of stressvol vinden of die niet van oogcontact houden of op atypische manieren communiceren. Gedurende de 2 of 3 eeuwse levensduur van het kapitalisme is de wijze van productie verschoven voornamelijk van landbouw naar veelal dienstverlenende bedrijven, waar deze soft skills steeds hoger worden gewaardeerd. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen bedrijfstakken, waarbij zelfs openbare diensten als handelswaar worden gezien, waarin managers erop aandringen dat de klant koning is en dat klantvriendelijkheid met een glimlach voorop staat. Janine Boef die geeft een voorbeeld bijvoorbeeld van spoorweg werkgevers die meer bezig zijn met het vermogen van hun personeel om dankjewel en een fijne dag te zeggen, dan daadwerkelijk spoorwegwerk te doen. En over dit laatste punt wil ik zeggen dat het niet bedoelt dat vriendelijkheid niet een soort van waardevol iets is, maar de vraag die we ons daarbij moeten stellen is, wat is vriendelijkheid überhaupt? En hoe ziet vriendelijkheid eruit onder kapitalisme of socialisme? Onder kapitalisme zie je namelijk dat er gewoon een vorm van emotionele labor wordt gevraagd die gewoon meestal niet oprecht is en ook daarmee dient als een oppoetsing van dit systeem. Mensen moeten namelijk klantvriendelijk zijn tijdens heel veel banen en als ze dat niet doen riskeren ze gewoon simpelweg hun baan. En dat kan lastig te bevatten zijn voor bepaalde neurodiverse mensen, maar het is ook niet alleen moeilijk voor hen, het is gewoon moeilijk voor iedereen die bijvoorbeeld moeilijke of nare periode doormaakt in het leven. En mensen die wel glimlachen en in staat blijven om fijne dag te zeggen, die doen dat ook gewoon simpelweg omdat ze weten dat het verwacht wordt en dat ze daarmee geld binnenhalen. Maar is dat nou echt vriendelijkheid? Ik zou zeggen van niet. Bijvoorbeeld vriendelijkheid onder socialisme zou een andere betekenis hebben. Want iemand kan bijvoorbeeld autistisch zijn en je helpen met het klussen in je huis. De persoon kan misschien helemaal niet hebben geglimlacht of helemaal niks hebben gezegd. Maar het is ongetwijfeld super vriendelijk dat iemand dat heeft gedaan. Nou, al deze omschrijvingen van hoe neurodiversiteit er onder kapitalisme uitziet, wil ik me eigenlijk graag richten op de manieren om dit soort onrecht te bestrijden door middel van de neurodiversiteitsbeweging. Dit is een beweging die in eerste instantie in de jaren 90 werd geleid door autistische mensen, maar al snel volgden de andere neurodiverse activisten. De beweging is heel breed, maar overlapt in het algemene standpunt dat neurodiverse mensen als normaal moeten worden gezien en moeten worden behandeld. Echter, het idee van gelijkheid
En de strategieën om dat te kunnen bereiken, die verschillen enorm. En ook al zou het heel tof zijn om te duiken in al die verschillende strategieën, vanwege de tijd wil ik het eigenlijk voornamelijk hebben over het verschil tussen neoliberale identiteitspolitiek en marxistisch activisme. Als we kijken naar neoliberale identiteitspolitiek. Nou ja, neoliberale benaderingen naar neurodiversiteit, die zijn gekenmerkt door het feit dat ze de rechten voor neurodiverse mensen willen verbeteren binnen het kapitalisme. En daarmee dus ook dit socio-economische systeem intact willen laten. Maar deze beweging ziet niet in dat bevrijding voor neurodiverse mensen niet mogelijk is binnen het kapitalisme. Het is een beweging die zich kenmerkt door een hyperfocus op het individu, zijn krachten of talenten. En deze kenmerken worden vooral aangekaart eigenlijk wanneer ze worden gezien als winstgevend. Het is een benadering die niet zozeer kijkt naar de reden van sociale ongelijkheid, maar meer gericht is op het zogenaamde empoweren van individuen in echt super specifieke contexten. En dit is een benadering die ook past bij professionals en bedrijfsleiders die neurodiversiteit terminologie misbruiken voor reeds bestaande gemedicaliseerde praktijken die ook niet voortkomen uit een grassroots neurodiversiteitsbeweging. En het is een benadering die vooral gericht is op eigenschappen die als prestigieus worden beschouwd in neoliberale kringen. Bijvoorbeeld elite, universiteiten, zaken, tijdschriften, dat soort dingen. Robert Chapman die geeft een goed voorbeeld van dat soort kringen op zijn website genaamd Critical Neurodiversity. Ik heb wel wat kanttekeningen trouwens bij die website, maar er staat wel handige informatie op over neurodiversiteit. Maar hij geeft een goed voorbeeld met Lawrence Ki Fung. Dat is een psychiater die zich heeft omgedoopt zichzelf tot een expert op het gebied van neurodiversiteit. En directeur is van Stanford University Project. En hij heeft een redelijk recent boek uitgegeven genaamd Neurodiversity from Phenomenology to Neurobiology and Enhancing Technologies. Dit boek is vooral gericht op het herformuleren van gemedicaliseerde praktijken, verpakt in een soort van pleidooi voor neurodiversiteit. En het is ook voornamelijk gericht op het beoordelen en interventies voor neurodiverse mensen. En het gaat ook helemaal niet over de rol die de samenleving überhaupt hier verder in speelt. Ander voorbeeld is de HOI Foundation. Dat is een Nederlandse stichting die zich richt op dyslexie op de arbeidsvloer. Op hun site proberen ze dyslexie vooral als een soort van kapitalistische kracht te bestempelen. Ze nemen bijvoorbeeld voorbeelden aan ondernemers zoals Joop van den Ende of Richard Branson of de Apple-oprichter Steve Jobs als een soort van, oh kijk, zie je, ze kunnen het wel, achtig argument. En verder ook, het zijn ook mensen die gewoon hun eigen baas zijn en ook hun eigen werkregels bedenken, wat gewoon überhaupt een compleet andere situatie is waar de overgrote meerderheid zich in bevindt. Ze zeggen dat mensen met dyslexie, dyspraxie, dyscalculie en ADHD'ers werkgevers grote voordelen kunnen brengen, want des te groter de diversiteit in de breinen, des te groter diversiteit in perspectieven, talenten en manieren van denken, zeggen ze. En daarmee ook een grotere kans op een originele visie, oplossing of creatieve ideeën. Ook Stichting Neurodiversiteit vervalt ook in vergelijkbare patronen. En dit is een stichting in Nederland die onder andere evenementen organiseert waar experts en professionals dan samenkomen en vertellen over hoe je neurodiversiteit als kracht kan gebruiken op de werkvloer. En ze hebben het heel veel over awareness en diversiteit. En ze zeggen ook ja te willen overbruggen door neurodivergenten en hun bazen te dienen. Daarmee dus ook insinuerend dat een wereld met bazen welkom is, zolang ze zich maar bewust zijn van de empowered neurodivergenten. Het gaat dan vooral over het willen creëren van gelijke baankansen, maar erkent niet dat ongelijkheid een inherent onderdeel is van het kapitalisme. Kortom, dat moet anders. We hebben een activisme nodig die neurodiversiteit en ook de ontmenselijking ervan in een bredere analyse en kritiek situeert van het kapitalisme. Kortom, we hebben een marxistische benadering nodig. Deze beweging is helaas nog
vrij klein, eigenlijk non-existent in Nederland. Ik zou zeggen dat hij op het moment het grootste is in Engeland. Waarschijnlijk omdat er daar ook een sterkere socialistische traditie bestaat met organisaties, vakbonden en andere projecten die in staat zijn geweest om deze beweging in hun in een socialistische, bredere socialistische beweging op te nemen. Echter, er zijn genoeg redenen om deze beweging ook te laten groeien in Nederland en idealitair natuurlijk wereldwijd. Socialisme heeft namelijk veel te bieden aan neurodiverse mensen. En natuurlijk niet alleen hen, ook de gehele arbeidersklasse, maar daar focussen we nu even niet op. Oké. Nou, hoe ziet neurodiversiteit er onder socialisme uit? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Janine Booth die geeft ook een paar voorbeelden, antwoorden daarop. Een daarvan is verminderde sensorische overbelasting. Door collectief eigenaarschap en democratische besluitvorming kunnen we onze wereld inrichten op een manier naar wat nodig is. Deze manier van besluitvormen zou dus zintuigelijke prikkels kunnen verminderen. En zo kan er ook bijvoorbeeld een omgeving worden gecreëerd die minimale stress met zich meebrengt, door zintuigelijke prikkels op een minimum te houden. En door een samenwerkende in plaats van concurrerende economie zouden ook de gigantische hoeveelheid advertenties kunnen afnemen. En een wereld zonder advertenties zou gewoon veel rustiger en aangenamer zijn. geen werkstress. Als we meer controle hebben over de uren die we werken en het tempo en de methode van het werken, dan zouden voor neurodivergente mensen die daadwerkelijk ook willen werken veel druk en vijandigheid weggenomen worden. Het zou werkplekken veel minder verontrustend en ook toegankelijker maken. En daarnaast kunnen mensen überhaupt ruimte nemen om gewoon niet te werken als dit is wat zij willen. Zoals Marx heeft gezegd, van ieder naar zijn vermogen, voor ieder naar zijn behoefte. Dat is het leidende principe van socialisme. Dat mensen bijdragen aan de samenleving op een manier dat ze kunnen en willen. En ook daarbij de steun en middelen krijgen die ze nodig hebben om hun leven volwaardig te leiden. Een ander ding is pluralisme in de communicatie. Ook kan er gekeken worden naar pluralisme in communicatiemethode. Onder socialisme wordt er geproduceerd naar behoefte en niet naar winst. Dus kan er ook gekeken worden naar wat er echt daadwerkelijk nodig is voor neurodiverse mensen. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar duidelijke navigatie op bepaalde plekken of informatie in verschillende formats. Dus niet alleen tekst bijvoorbeeld. En er kan ook bijvoorbeeld gekeken worden naar rustplekken, dat soort dingen. Aangezien winst en efficiëntie niet meer voorop staat en democratische besluitvorming wel, zal er een andere norm heersen over besluitvormen dan onder kapitalisme. En zo kunnen bijvoorbeeld mensen met dyslexie niet meer uitgesloten worden, zoals je nu wel ziet in vele bedrijven en scholen. Want er kan bijvoorbeeld verbaal, visueel of op een andere manier gecommuniceerd worden. Ook kunnen we democratisch en verantwoord onderzoek doen. Onder het socialisme zullen we in staat zijn om onderzoek te doen naar neurologische verschillen en wat deze gemeenschap ook daadwerkelijk goed doet. Neurodivergente mensen zullen bijvoorbeeld inspraak hebben in het soort onderzoek wat er wordt gedaan. Dat is iets wat nu eigenlijk basically niet wordt gedaan. En bovendien zullen ook veel onderzoekers, in plaats van dat ze in afzonderlijke onderzoeksafdelingen en afzonderlijke bedrijven in concurrentie met elkaar zijn, makkelijker samenwerken en daarmee ook sneller vooruitgang boeken. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar hoe komen we daar? Een eerste stap is de aard van onze klassenmaatschappij erkennen en ook daarbij te pleiten voor bevrijding door middel van socialisme. We kunnen tegen neurodiverse mensen en hun bondgenoten zeggen dat we vooruitgang boeken door een andere samenleving voor te stellen en ook daarvoor te vechten. We moeten daarbij inzien dat neurodivergente mensen niet de enige mensen zijn die onderdrukt zijn door het kapitalisme, maar dat ook andere delen van de arbeidersklasse onderdrukking ondervindt. Want dat is namelijk een inherent onderdeel van het kapitalisme. En in plaats om daarbij te vervallen in een soort van jij doet jouw strijd en ik doe mijn strijd houding, moeten we juist de handen ineens slaan. We zijn allemaal slachtoffer van het kapitalisme. En dat zeg ik niet om in relativisme te vervallen, want die onderdrukking ziet er natuurlijk heel anders uit per persoon. Maar we komen gewoon alleen verder door te zeggen jouw strijd is mijn strijd.
En het is ook daarbij belangrijk om in te zien dat kapitalisme gewoon omvergeworpen moet worden. En dat een socialistische revolutie nodig is door middel van organisatie. En dat is ook de activistische energie die we nodig hebben in onze samenleving. In plaats van een soort van neoliberale focus te hebben op talent of sterke punten van deze mensen, is het nodig om neurodiversiteit ook te incorporeren in de bestaande socialistische strijd. En tegelijkertijd ook socialisme meer inclusief te maken voor neurodivergente mensen. Denk bijvoorbeeld bij protesten aan dingen van wat zou het aangenamer maken voor bijvoorbeeld deze mensen. Is het mogelijk om bijvoorbeeld oordoppen uit te delen? Is er een aanspreekpunt voor hen waar ze terecht kunnen als het hen te veel wordt en ze weg willen? Bieden revolutionaire leesgroepen ook audio- en video-opties? Nou ja, dat zijn allemaal een paar voorbeelden. Maar ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar de discussie en hoe mensen daar verder over denken. En that's it.